Ja. Hangen. Op de rozenmeier. Ja, scheppen? Ja, doe maar, want straks breekt die. Dan... Nou, 5 minuutjes. Ja. En met de? Met de rozenmeier. Ja, met de zeven. Dat is ja, mijn loodjes ook weer. Het is vandaag 8 december toch? 8 december. Een weekje later. En ze zitten er weer, dus dat belooft wat. Pa. Nummer 2. Oh, die hele was groot net, hé. Ja? Ja. Heel eng, hè, bro. Waar had je die? Ja, hiervoor. Deze ook. Een meter uit de kant. Ja, nummer 2. Pitje nummer 2. Wat jaat die weer? Goeie of niet? Beuk erop. Hè? Lekkere beuk erop. Zo, oh, snoek. Snoek? Ja, groot ook. Rustig aan. Mooi. Ja. Moet even daarheen voor die. En het liepje. Ja, heb je mazzel. Ja, dan is de lijn misschien wel weer door gegaan. Nou, ik denk 83, 84. Ja. Matjes 80. Ja. Ken die? Ja. 83 centimeter snoek. Voor Albert de Dropshot Koning is een keer weer eens wat anders. We gaan hem gauw terugzetten. Mooi vis. Daar gaat ie. Nou, toppie, hè? Ja. Oh. Ja? Weer onderkant? Ja. Mooi, hè? Nummer 4. Nummer 5 al. Zender. Look like the walleye, but then other colors. Wow. In the States there are more spots on the fish. Mm-hmm. But it's also it looks like the same fish. Right. Can I take a picture of that? Yeah, sure. Thank you very much. Yes. Thank you. Brother. Yeah. Yeah. Yeah, I'm gonna definitely have to come. Yes. Yeah, I've missed a little stukje. Yeah. Yeah. Catch and release. Yeah. Het is weer raar. Ja, doe wel. Jouw vis. Ja, dat maakt niet uit.
nummer 5 in totaal. Ja. Een mooie vin omhoog, hè? Ja. Zonder snoekbaars, nummer 5. Ja, we hebben nu paar losses. Een paar losses. Een paar lossetjes. Appie heeft er weer een, daar gaat ie. Ik heb gewoon geen tijd om even mijn hengel op te knopen. Het is weer raak. Beetje zelf de tijd, hè? Komt nummer 6 aan. Dat is een idee. Ik ga misschien. Hey. Kom maar je hand vanuit. Ja. Pannenkoek. Ja. Jongen, jongen. Ja, ik zie het ook niet. Ja, doe dat je bril op, joh. Schelen. Ja, hou me even leuk vast gewoon. Nee, even normaal. Ik weer allemaal knippen. Ja, wil je met je tas stoppen? Ja. Nummer? Nummer 6. Okidoki. Ja. Klein maar fijn. Ja. Daar gaat ie. Jo. Maar dat is ook heel vaak, hè? Nummer 7. Nummer 7. Hey, soms liggen ze gewoon heel bij elkaar, hè? Even daarin. Nou, blijf maar staan eigenlijk. Zo, dan ken ik mijn tasje. Ja. Even de plek. Raar, hè? Die mist helemaal een stekel. Vaak de zedels er wel. Ja. En dat is net, hè? Ja. Nummer 7. Nummer 7, ja. En een snoek. En een snoek. En een paar verspeeld. Het is koud. Catch and release, maar aan de vriezen eraf. Wat ze voorspeld hadden was niet waar. Nee. Oké, gaat hij weer. Ik had hem nog aan. Ik dacht, misschien kan ik een live aanbeeld filmen. Ze liggen er wel hoor, eventjes hier nu. Ik had net ook echt een goeie eraan, denk ik. Zo, mooie. Yes. Goeie. Zo. Ik moet zo toch een keer iets willen zien. Ja, dat is waar. Nou, toppie, hè? Gaat wat lekker weer, hè? Ja, echt wel. Ja. Oké dan. Yes. Ja. Daar komt er weer een. Daar komt er weer een. Bam. Ja. Nee, je gaat gewoon even zitten. Ja, maakt niet uit. Ja. Catch and release, hè. Ja, toppie, hè? Ja. Nummer 9. Nummer 9, ja. Gaat weer lekker, hè? Gaat goed weer. Nee. Stekker pezer. Voor de hele tijd op mijn plekje. De Rozemeijer. Ook nog. Ja. Ah, ja. Oude Rozemeijer. Ja. Ik liet hem eigenlijk stil liggen.
Nou, dat is het dus. Ik deed zo. Ja, maar ik liet hem bijna stil liggen. Ook weer op de groene. Ja, ik had al 4 uur geen beet gehad. Ja, wel beet gehad, maar ze bleven niet hangen. Nee, maar de dropshot koning geeft jou heel even een tipje. Ja. En gelijk hangen. Oké, daar gaat hij. Ja. Mooi man. Lekker hè? Echt wel. Ja, dan krijg je honger van als je zoveel vissen vangt. Nou, omdat die bollen nog niet genoeg hadden, dacht hij er ook nog even een oliebol. Happy New Year, hè? Hij heeft een lekkere oliebol. Moet ik kijken, hij zit helemaal op. Hoor je. Hoeveel is dit? Nummer 12. Ja, toppie. Ja? Ja. Oké. Lekker, lekker. Hij gaat beter. Ja. Ja, Daniel. Daniel staat daar met zijn maat en wij staan hier. Ja, weer mooi voorin, hè? Ja. De neus. Zo moet ze gauw hier in. Nummer 13. Nummer 13. Gaan we voor de 15 of gaan we voor de 20? Nou, ik was vanmorgen verpland voor dubbele cijfers, maar ja. 15 vind ik. Aan de lage kant. Ja. Oké. Niet nee, wacht. Ja. Ja. Het is gelukt hoor met de groene split. Ja. Er waren je 2 net, toch? Ja joh. Top, top. Ja, ik had 3 worpen, 3 keer beet. Er zitten wel, we hadden net ook nog 2, dus. Nice. Ik heb nou even, ik heb nu hem even die split gegeven, zodat hij wat kan vangen. Ja, precies. Ik denk dat het meer met. Als je er nog één moet hebben. Ja, hier, dus dat is toch leuk? Ja, ja, ik denk dat het formaat van het goed is. Volg de natuur, hè? Ja. We hebben er zat. En deze doet het nu goed, dus. Ja, thanks. Thanks man. Super. Ja, het zijn mooie haasjes man. Die doet het ook goed, met hoor. Op de jichtkop, met een lichtje jichtkop, die is super goed man. Ja. We hebben vorige maand was deze. Ja. Maar we hebben hier over 's nachts gevist ook. Ja. Echt helemaal super. Ja. Ja. Dus, ja. De ene dag is de andere niet, maar. Nee, dat is zo. Vandaag is groen de kleur. Ja. Thanks. Ja. Aanbeet of niet?
En met je? Met je 14. Nou, weer een mooie. Goed voor mij. Bedankt. Zo is het. Nou, we hebben Daniel net ook even zo'n groene spit gegeven. Je hebt hier ook niks gevangen. Aan deze kant. Maar de dropshot koning gaat er staan en hij pakt zich gelijk. Nummer 14, hè? Nummer 14. Gaat lekker weer. Ik heb er 2, dacht ik. Jij hebt er 3. Heb ik er 3? Ik heb er nu 11. Oh, jij hebt er 11. Nou, dus... oh, dat valt dan weer mee. Maar ja, we weten het, het is de sleutel. Het is de hengel. Catch het is de hengel. Release. 10, nummer 15. Eventjes, ze zitten er weer. Daniel heeft ze gevoerd, denk ik, voor mij. Ja. Dat vind ik toch leuk van die Daniel. Ja. Aardige gozer. Hij heeft er een paar laten liggen. Dat is er wel weer een. Ja. Nummer 15. Nummer 15. Ja. Ik vind het sportief van meneer Daniel Weijers. Dat hij er een paar achter heeft gelaten voor mij. Dus Daniel. Ik gooi hem richting jouw kant, jongen. Daar ga je. Nummer 16. Beste of niet? Ben jij nou wel even nummer 16. Ja. Toppie. Gaat ie. Ja. De volgende keer. Ja, die hengel is heel parabolisch, hè, dus. Hey, ik heb uit de bellyboot ook heel veel meegevangen. Dat is een goeie, denk ik wel. Ja. Hoi. Kijk eens. Hoppie. Thank you. Hey. Net diep zitten. Hij is al los. Aan de honger. Gaan we goed vast. Ja, mooi. Ja, toch? Ja, echt wel. Nummer 17, hè? Ja. 17 van vandaag. Troep, troep, troep. We blijven doorgaan. Ja, dan staan we weer op 18, hè? Ja. En nou gaan we voor de 20 ook, hè? Toch een geluk. Huh? Toch nog geluk. Ja, ah. Oh, dat is groot, hè? Ja? Maar? Het is nummer 9. Nummer 19. Nou, dan moet 20 ook wel lukken. Ja, het onderop, hoor. Ja.
Weet... Maak jij hem even? Van me. Ik heb net droog gehandeld, ik wil een shaky draaien. Ja, ik hoor het wel vaker op die YouTube-filmpje van jullie. Dat, buurman, buurman. Hey, ook die plek waar jij hebt gezegd. Oh, oh, oh. Hij stond echt een verdiende zuiger. Zeik op jullie. Zeik. En schip, ja. Ik zie nog niks. Het is misschien nog 2 meter diep. Maar hij is te hoog, hij kon het niet zien. Nee. Helemaal, maar voelde dat het wel mooi vindt. Als ik het nou hoog in vang, dan loopt het meestal zeg maar naar beneden. Hij kwam later ook naar beneden, maar ik stond al beneden, want ik gooi dan daar. Heb jij wel eens... Mooi jonge vis, gaan we weer terugzetten. Goedemiddag visvriendjes, daar zijn we weer. Goedemiddag. We hebben een lekkere dagje weer gevist in Amsterdam. Vandaag is het, wat is het vandaag? 8 december hè? 8 december, hè, ja. En het was een, het begon eigenlijk al snel goed. Binnen 5 minuten hadden we de eerste vis. En uiteindelijk hebben we er toch eventjes 19 meter te vangen en Albert nog een hele mooie snoek. Dus dat was een succesvolle dag. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Heel blij. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als je het leuk vindt, duimpje omhoog en bedankt voor het kijken. Toedeloe.